Wij zijn hier met twee klassen van het Dr. Nassau College uit Gieten. En zij gaan vandaag starten met een opdracht over het centrum van Gieten. Ze gaan hier de komende 10 weken mee aan het werk. En dan aan het eind van die 10 weken dan komen ze met een eindopdracht. Ze gaan een stukje van het centrum gaan ze opnieuw inrichten. En dat eindproduct dat gaan ze presenteren aan het overlegplatform en aan de gemeente Aanhunsen. We gaan vandaag bezig met de oplossingen en ideeën voor het centrum. En daar gaan we dan op school mee aan de slag. Nou, wij vinden het leuk om hier te zijn, omdat dit centrum spreekt ons heel erg aan. Omdat wij hier ook op school zitten en wij kunnen hierover meebeslissen. En er wordt er ook echt wat mee gedaan. En wij zijn natuurlijk jongeren, dus het motiveert ons veel meer om dan echt iets leuks te bedenken wat hier in het centrum zou kunnen komen. Wij gaan deze opdrachten de komende 10 weken uitwerken. En dan gaan we kijken hoe ver we zijn en dan gaan we die presenteren.